Zo. Het is begin van de avond natuurlijk al. Alles achter de rug. Dus wat doe ik? Ja, dan aan stem. Zet ik lekker zo. De televisie aan. Met de voeten op tafel. En een lekker klokje erbij. Zo. En een bakje pina's. Ga niks zeggen van de televisie kijken. Eerst nog even die gasten aankondigen. Klaar voor? Komt-ie. En dan nu. Sextra Weekend. Met volgende. Oh, ik had trouwens nog een dvd gekregen van die gast die zo meteen in de studio is. Het zal wel een nieuwe single zijn met een clip of zo, even erin doen. Zo, lekker tv kijken. Zet hem even aan. Porno. Hé. Hey. Hey, hoe is het met jullie? Dat is helemaal een dik, te gekke single. Hoe heet deze artiest? Moet ik eens opzoeken in de YouTube. Oeh, oh, ik krijg er een beetje warm van. Oh, de kleine stem krijg ik er ook een beetje warm van. Goed, jongens, veel plezier. Het is een extra weekend. Oh, het is een extra weekend. Oh, jongens, maak er wat moois van. Misschien als ik straks nog even langs kom. Dan ga ik eerst even schone broek aan doen. Ja. Tot zo! Vrijdagavond, na 7 uur. Als je eigenlijk nog maar net bent bekomen van een drukke week. Is het alweer tijd? Voor Extra Weekend. Extra Weekend, ja, ja. Zouden mensen naar ons luisteren nu? Ja, ik kan het niet checken. Zouden we zijn niet op de antenne. Chibbe, zijn we op de antenne? Nee. Nou, alleen in een bepaald gebied. Oh, hebben we het opgeschreven? Ja. Wacht even. Daar is hij weer. Bim, 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 bim. Kippen. Met de antenne-info. Ja, de antenne-info op de volgende FM-frequenties. Ja. Niet meer op de 88.6. Niet meer, even deskundig aan. Niet meer op de 88.6. Daar is een paar meter naar beneden gekomen. Paar meter naar beneden gekomen. En uit voorzorg is de 96.8 op 100 kW is ook uitgezet. Ook uitgezet. Dat vind ik een raar verhaal. De 96.2 daarentegen doet het overigens wel. Ja, 96.2 doet het. En dat is te ontvangen in... Even kijken op dit verhaal. Hoe heet dat dorpje ook alweer? Ja. Oh ja. Osnabrück in Duitsland, daar zijn we het ontvangen. Ach, het is al niet... Nee, in Duitsland. Zeg dat nou niet. Dat meen je toch niet? In ook, Duitsland zijn we het ontvangen. Als thuiskomen. Heerlijk, hè? Thuiskomen. Ik zal het even uitzetten. Ja. Ik kan al moeite gaan doen vanavond. Ja. Het heeft eigenlijk niet zoveel zin om ons in te spannen, want het luistert toch niemand. Iemand anders! Wil jij koffie halen? Dan ga ik gewoon nu koffie halen. Dan zien we wel. Dit is de intro jingle. Ja, maar dat hoort niemand. Maakt helemaal niet uit. Oh ja. Waar is Veenstra eigenlijk? Ja, dat is wel sneu. Die zag dit volgens mij allemaal al aankomen. Hij dacht, als ik ziek ben, dan is iedereen ziek! Niemand op die radio! Is dat het dan? Wat een drama. Ik denk dat het verhaal even anders zit met Veenstra, hoor. Oh ja? Ja, die ligt in bed. En Veenstra heeft daar scheid aan vanavond. Nee, maar zeker, die Veenstra ligt in bed en die gaat natuurlijk onder die dekens. Met de handjes. Oh, die gaat straks even naar de gast loeren. Ik ben alleen bang dat er iets heel anders bij hem tevoorschijn komt. Maar voor de duidelijkheid, Veenstra is echt heel ziek. Er staat namelijk een nieuwe computer in zijn hal. Die is gisteren bezorgd. Nee, en die staat dus nog. Nee, die staat dus nog in seal, helemaal verpakt in een doos. Dan is hij heel ziek. Ja. Act om met iemand anders. Ja. Oh, maar het wordt een feestje vanavond, jongens. Ja. Het wordt een feestje vanavond, hoor ik net. Roel van Velzen te gast. Roel van Velzen. Ja. Velzen is hier straks. En? Nog ja, iemand? Ja, we hebben nog iemand, ja. Oh? Het is een porno. Ster. Nee. En, laat ik zo zeggen, vleeswaren van haar zijn bekender dan van een andere. Ja, dat denk ik wel. Hey, maar laten we even, kom op. Ja, ondanks dat, luisteraars of geen luisteraars, wij moeten dat weekend openen. Die druk hangt op onze schouders, iemand anders. Geert Wiedek klaar? Dominique Wiedek klaar? Oh ja, wacht even. Wiedek klaar, schiet op, man. Trotterling. Ja hoor, ik ben er wat klaar voor. Het is, ondanks alles. Weekend!
wat sprint u naar een kluisje? Om het computer halen. Ik krijg een hele mooie tweet binnen van iemand die zegt... Ik hou niet zo van kazoes, ik skip het intro altijd. Hè? Hoe kun je nou niet van kazoes houden? Hoe is het nou mogelijk dat er iemand is die niet van het prachtige geluid van een... Ik neem hem zelfs mee naar bed. Zou zij... Maak je dezelfde kronkel? Nee, ja, zeker. Denk, oh, doe zou zij de muziek uitkrijgen daar? Ja. Oh. Een muziekdoos dat je gewoon ineens hoort. Nou, jongens. De muziekdoos van Bobby Eden. Bobby, dit is de muziek. Zou je dit even kunnen kazooen? Met... Oh, nee, dat gaat... Nee, dat gaat... Nou, dit wordt een hele platte uitzending. Nee, dat doen we niet. Nee. Nou, ja, luister toch niemand, maakt niet uit. Dat is waar. Op niet één antenne meer te horen. Want ze zijn allemaal in de fik gevlogen. Wegens gigantische, superhete turboknijters. Maar wel op de AM via... Hele rare frequentie. Heet hitsende zomer door. Ekdom en iemand anders. Extra weekend. Doing all right. Even vragen wat er precies gebeurt met de catering van dit radioprogramma. Ja. Want er wordt dus erg veel paniek. Trending topic is inmiddels Heineken en Grols. Want ik drink dus nu, wij drinken Heineken uit een Grols glas. Ja, dat klopt ook niet, hè? Maar dat komt omdat er een... We hebben zo'n tapje, zo'n lullig tapje. Nou, ik vind het geen lullig tapje, dit. Vier glazen bier komen eruit. Nou, 5 liter zit erin, hoor. Nou, ik had een glas melk, hoor. Maar komt Bonnie niet meer? Nee, Bonnie is klaar. Die is me opgehouden. Bonnie is in het klaar. Ja. Bonnie is ingeraasd. Bonnie, wat sneu zeg. Oh, er is het toch. Van wijn word je geen zaggerij. Okay. Ja, wat gaat hier om bier, hè? Dus, ja. Is er nog post? Ja, ik heb een brief aan NPS 3FM. Ter attentie van Domien Verschuren. Hey, dat is raar. Kijk, er is de nieuwe single van The Dutch Bastards. En je weet, alles wat via de post komt, wordt nooit een hit. Precies. Dus Las Vegas Love... De succes. Hartelijke groeten en dankjewel voor de postzegel. Ik heb nog een echte kaart. Kijk eens, met erop. Bedankt. Het is zover. Oh. Hij is al een tijdje. Maar ja, goed. Hè. Nu tijd voor de officiële neerzetting, zoals dat heet. Want... We hebben een G, we hebben een A, we hebben een S, we hebben een T. Jop. We hebben een gast. In de studio, Roel van Velzen. Je bent weer terug, nieuwe single, komt een nieuw album, enzovoort. Ja, dit is vandaag nog een DVD uit, dus het is ook een soort... Ja, want... Een hele leuke dag. Hear Me Out is op DVD en ik sta erop. Ja, Gerard staat bij de extra's. Dat vind ik echt zo leuk. Al reden genoeg om hem te kopen alleen al. Want waar is deze opgenomen? Dit is in Apeldoorn. En er zijn ook wat fragmenten van... Tilburg. Van Tilburg en Carré. En Carré. Want ik heb jou gezien toen in Carré. Ja, jij was erbij. Ik was erbij. Waarvoor dank. Met mijn meisje. Ja. En Eddie Zoe, heel gezellig. Maar het was zo ontzettend bizar. Want ik was er nooit bij jou geweest als zijnde artiest. Maar ik weet wel dat je wel... Thuis. Je moet bij je thuis weten. Wel eens. Maar het is zo bizar. Wat hij flikt... Ik denk gewoon, die moet oudejaarsconferenzen. Ik heb echt gedacht, je moet oudejaarsconferenzen gaan doen. Nou. Kan je ook?
Ja, je bedoelt... Wat ken jij niet? Je doet op de conferences tussen de liedjes in. Het is niet alleen spelen en muziek en zo. Wat jij doet is gewoon total entertainment. Nou, bedankt. Hey. Dus, dat zou wel wat zijn, hè? Dat je een soort van muzikaal... eindejaarsoverzicht. Dan hoeft het niet meteen op tv, maar dat misschien gewoon voor extra weekend of zo. Dat je... Ik gewoon alleen in Zeeland in de ether. In Zeeland en Limburg. Hallo luisteraar. En in Osnabroek, dat je daar nog... Ja, wellicht. Het is misschien een leuk idee. Dat zou te gek zijn, joh. Ja. Maar ik heb wel heel erg de smaak van het theater maken te pakken. En het doel is ook wel om nog een keer nog een tweede, niet een reprise, maar echt een nieuwe voorstelling te gaan maken. Ik heb het gedaan samen met mijn band en Bavo Galema, de regisseur, hebben we echt... De verhaaltjes tussen de liedjes en de spanningsbogen en zo, dat was allemaal nieuw theater voor mij. Dus dat is heel leuk om te doen en ik wil zeker nog een nieuwe voorstelling maken. Nou, zie je wel. Het idee was er al. Heb je dat goed gevoeld weer? Shit, man. Wat nu? Drinken? Suipen? Drinken. Wat is er? Niks. Hi, er komt een pornoster binnen. Ja, sorry. Hallo. Ben je de war, Domien? Even. Tussen. Nee, wat een rare situatie is dit. Vertel eens. Nou, Roel de Man van Velsen zit te soundchecken. Ja. Wij zitten ondertussen te luisteren naar My Gilmore Romance. Met na 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 na. Op een gegeven moment komt er een blonde verschijning binnen. Die val jij om de nek. Ja, sorry. Vervolgens is de plaat bijna afgelopen. Zet jij je koptelefoon in koele bloeden op en kondig je gewoon de track af. Ja, maar ik ben zo normaal gebleven ondanks alles. Dat is wel waar. Vind je niet? Kijk, ik vind Chibbe onrustig. Ja, ik ook onrustig. Die loopt nu weer weg, weet je wel. Ik weet het niet hoor. Erg onrustig. Ik vind het raar. Maar vind je niet dat ik het allemaal onder controle heb nog steeds? Helemaal cool. Kan er van alles gebeuren. Ja. Drukke, rare avond. Ja, waarvoor onze excuses. Maar er luistert toch niemand. Want hallo Antenne, bent u er nog? Alles ligt eruit. Ja. Maar we hebben gewoon voor de mensen die net toevallig inschakelen via de kabel. Of het web. Of via het World Wide Web. We hebben vandaag twee fantastische gasten namelijk. Bobby Eden en Roel van Velsen. Hey! En dan had ik het net met Roel al over zijn Crazy Piano's verleden en mijn arbeidsvitamine verleden. En dat is toch een soort van overeenkomst, Roel? Ja, nee, zeker. Er worden dingen aangevraagd en je weet een beetje wat er speelt daardoor. Ja, altijd. Maar vaak ook elke keer hetzelfde lijstje. Heb jij natuurlijk ook gehad. Ja, dat is absoluut waar. En op een gegeven moment ging ik ook zien wat mannen en vrouwen aanvroegen. Ik weet niet of je dat ook opgevallen is. Ja. Maar zo'n beetje op het hoogtepunt van de avond... Hoogtepunt van de avond, half twee, was er altijd wel één dame, waar we ook speelden, die op dat punt Paradise by the Desperate Night aanvragen. En ik snap het eigenlijk niet waarom vrouwen dat aanvragen, want het is geen romantisch liedje. Vrouwen zijn romantisch, dacht ik altijd. Net als maar die liedje, man wil gewoon bovenop. Die wil er gewoon bovenop. Het is wel een leuk liedje. Ja, maar sorry Bobby, het liedje gaat gewoon over snelle wip op een parkeerplek. Ja. Maar soms vinden vrouwen dat toch ook lekker? Nee, maar zij wil niet. Allemaal ze wil niet. Nee. Het is toch sexy? Ze wil trouwen. Ja, dat is prima als ze gewoon zonder voorwaarden, weet je wel, onvoorwaardelijk dat wil. Maar ze zijn meteen, will you love me forever, will you need me, will you never leave me, will you make me happy for the rest of my life, will you take me away, will you make me your wife, I wanna know right now. Het liedje duurt 8 minuten 28. Dan kun je het 3 keer doen. Dan kun je het 3 keer doen. Sommige mannen wel. Dus toen in mijn crazy business tijd dat ik zoiets aan, we moeten daar mouw aanpassen. Dus dan hebben we een versie gemaakt van 34 seconden. Ja! Well, I remember every little thing as if it happened only yesterday. Walking by the lake and there was not another cover inside. And I never had a go looking at a bed and you did. And all kids at school, they're wishing they'll meet at night. And all boys are rose so close and tight. And never felt so good, and never felt so right. And I was going out the middle of the edge of a night. Going out the middle of the edge of a night. Come on, hold tight, come on, hold tight. Dashboard light. Ja! Kijk, dan heb je nog wat aan je avond. Ja, eindelijk. Helemaal goed. Nog niet eens, je hebt 1 seconde te vroeg. Oh, Bobby, dat heb je ook wel eens, hè? Dat 1 seconde te vroeg. Opnieuw. Weet jij helemaal niks van dat. Ja, maar dat is toch goed. Maar ik heb hem getaped, hoor. Goud. Dus dat is wat mannen vragen. Dat is wat vrouwen vaak aanvroegen. En mannen, dat is zo'n maf die. Die vroege vraag. Pianoman aan. Oh ja, Pianoman. Ja. Nee, ik weet niet zo goed waarom, maar dat is op een of andere manier waren mannen dat was niet zo fantasierijk, denk ik. Die zagen een piano en een met een man erachter. Wat zal ik aanvragen? Nou, hey, laatst uitgerekend 1250 keer Pianoman heb moeten spelen. Terwijl ik het zo'n goed nummer vind of zo. Ja, ik vond het ook een gek nummer, maar als je 1250 keer... Sterker nog, ik heb er een soort van dwangneurose aan overgehouden. Dat zou je misschien ook met liedjes hebben. Ik was laatst in de supermarkt.
stond ik. En het ging hartstikke goed. Ik had mijn karretje bijna vol. En ik stond te twijfelen tussen de chocoladepulling en de vanillevla. Nee! Oh, nee, nee, nee. Oh, ik moet hier weg, ik moet hier weg, ik moet hier weg. Oké, snel naar de kassa toe. Ik heb geen bonuskaart, dus je me wilt helpen inpakken, heel graag. Ik hoef geen zegeltjes. Gewoon helpen. Oké, ik moet hier weg. Want ik moet weg voordat het intro begonnen is. Want als ik niet weg ben voordat het intro afgelopen is, dan it's 9 o'clock on a Saturday. Shit! The regular crowd shuffles in. There's an old man making next to me. Making love to his tonic and gin. Oké, dankjewel. Oké, nee, laat die zegeltjes zitten! Moet weg! Oké. En ik was buiten. Snap je? Dus ja, dat heb je wel eens. Je kunt echt alles, hè? Want ik heb jou inmiddels al 2 keer meegemaakt bij Extra Weekend. Dus ik kan gewoon nu roepen... Waar ik zie je vrijdag nee, maar, Domien, het hele muzikale spectrum ligt aan je voeten. Van ABBA... tot ZZ Top. Dat is niet... Maar oké, zie ik je nog. Ja, bij wijze van spreken. Alles wat daartussenin zit. Bedankt voor de suggestie. Van A tot Z. En dan gaan wij het spelen. Dat is goed. Bobby, heb jij een verzoek? Journey. Journey. André Hazes. Ja! Vrijdagavond, wat? Kom op. Ik wist het. Oh, Bee Gees. Well, you can't tell me what I'm a woman's day. No time to talk. I use it, I'm living dark. I've been kicking around since I was born. Now it's alright, and it's okay. Yeah, you can look the other way. Bobby Eden, DVD, en een kazoo. And it happened to me before I could have. Dat is van de Pet Shop Boys. Go west, life is peaceful now. Go west, in the open air. Go west, when the skies are blue. Go west, nearly what we're gonna do. Together, we will go our way. Together, we will leave someday. Together, we won't walk away. Go away. Life is peaceful there. Go away. There in the open air. Go away. Baby, you and me. Go away. This is our destiny. Even applaus voor Van der Meer. En Simon en Xander die zo'n mooi biertje speelden. Ja. Bobby, doe jij aan de lesbische... Zeker. Ja. Zeker. Ja. Lesbische porno. Ja, dat wil ik even weten. Maar is dat een grote omschakeling dan ineens? Of is het gewoon... Nou, het is wel wat anders dan een genotsknots. Dat heb je ook weer een punt. Of juist niet dan? Want het is wat sensueler, toch? Ah, ja. Wacht even, joh, wie loopt er hier op het Mediapark? Wie is dit? We zitten even de camerabeelden te kijken vanuit het raam, wat zo meteen gaat plaatsvinden. Er loopt. Wat is dit nou? Waar is Roel dan? Roel, waar ben je? Ja, ik sta hier beneden. Wat gaan we doen? Ik probeer de DVD omhoog te gooien. Hè? Ja, in plaats van uit het raam gooit hij nu zijn eigen DVD in het raam. Het is een raar spel geworden. Ja. 1, 2. Oh. Jammer, joh. Nog een keer. Hoppakee. Ai. Oh. Ah, jongen. Nog 2 pogingen en dan staken we de... Ja! Yeah. Yeah. Uit. In het raam. De eerste editie van In het Raam. Ondertussen moeten wij... Want we gaan nu uit het raam toch doen? Jazeker. Bobby. Je gaat mij niet uit het raam gooien. Nee. Wat hebben we in de aanbieding vandaag, Chipsma? We hebben een oude... Wat is het? Mediabox of zo?
Oude, ja, zo'n all-in modem is het. Ja, een all-in... Een fax en een telefoon, ja, en je kunt ermee bellen en mee internet. Ja. En ook nog een oude pc of zo staat er nog bij. Dus zeg maar, Bobby, wat wil je naar buiten gooien? Het grootste. Ik wil eigenlijk wel de computer naar buiten gooien. Een computer? Hebben we ook een computer? Oké. Okay. Nou, daar gaat hij. 1, 2... In godsnaam! Ja! Nee, maar hoe vond je het uitzicht vanaf daar, Roel? Hoog, ik heb hoogtevrees. Ja, ik kon de bergen zien. Ja, een hoop bergen ineens, hè, in Hilversum. Goed, de middag. Hey, dan is Roel en Roel, mag nog wat uit het raam flikkeren? Ik mag overal hier kiezen? Ja, ja hoor. Is ook het karretje zelf waar het allemaal op staat? Nou, nee. Nou, mag ook. Doen. Ja? Ja hoor. Zo! Moet het allemaal weer kapot? Nee. Moet het allemaal weer kapot? In het... We hadden toch even binding. Nu met die... Team Omel, nou dan ga je. Ah, de hoorn hangt al. En los! Oh! Ja. Zo, wel me niet. Wel me niet erin. En je gaat nooit opgehangen. Ik ga zo meteen dus naar huis en dan zeg ik thuis... Wauw, Van Velzen, de nieuwe theatertour op DVD. En Roel heeft mij bevestigd dat ik er ook op sta. Dan doe ik hem open en dan zie ik dus Virtual Fantasy... Virtual Sex met Bobby Eden erin zit. Ben jij hier verantwoordelijk? Hoe komt die er nou in? Dat was dan top geweest. Dat je gewoon blind vanavond even voor het slapen gaat. Die DVD is op. Ja, ik schijn erin, ik schijn erop te staan. Sta jij daar op? Stop hem erin. Hij was een stuntman. Ik ben een stuntman, ja. Een burning stuntman. Ready nodig. Nou ja, het was een hilarische aflevering van Extra Weekend. Ik zal het nooit meer vergeten. Dankjewel, Bobby. Wil je op Instagram nog even beterschap wensen? Ja, vind ik wel beterschap. Dat heb ik helemaal niet gedaan, ja. We hebben deze aflevering aan hem opgedragen. Ja, deze. Hij was er toch een beetje in gedachten bij. In gedachten was hij er een beetje bij. Ja. Volgende keer is hij er zeker, toch? Zeker. Eigenlijk moet je nog even bij Michiel Veenstra gaan langs thuis. Dat lijkt me geen goed idee. Dat lijkt me ook niet. Dat lijkt me geen goed idee. Ken je de brown noise? De brown note. Dat hoor je daar nu, ja. Nou goed, maar in ieder geval een waanzinnig applaus voor onze gasten. Ben de Man van Velzen en Bobby!